nu een pupillenkamp. We doen meerdere activiteiten met de jeugdactiviteitencommissie. Zoals kinderbingo, we gaan zwemmen met ze, we gaan naar Nederlands Elftal. En we sluiten altijd het jaar af met pupillenkamp. Dat is een tweedags evenement, waar we 's middags, vrijdagmiddag wordt het kamp geopend. Dan gaan we, zoals je ziet op de achtergrond, is een heel spelparcours. Dat wordt afgewerkt. Einde van de dag hebben ze dan prijsuitreiking. Ze blijven ook hier slapen. De allerkleinste gaan naar huis. Nachtwacht, EHBO, alles is aanwezig. Dus ja, dan krijgen ze een ijsje van de visboer, wat gesponsord is. Moet je denken ook aan een visboer die wat eten kon brengen. Nou, ze blijven hier slapen en dan is het morgenochtend ontbijt. En dan hebben we nog een spelprogramma 4 tegen 4. Dat werken ze af wederom met prijzen. En dan krijgen ze een hele leuke attentie van ons. We hebben heel erg veel vrijwilligers nodig om het ook te organiseren. Als leiding kan je dat niet alleen. Waarvoor dank. Ook bedankt voor de club om dit mogelijk te maken. Maar dit is eigenlijk het idee. En dat heeft te maken met de samenhorigheid van de club. Dat er meer is buiten het normale voetballen en trainen om. Om dus een en ander activiteiten te organiseren voor de kids. Ik heb gewoon